Hallo allemaal, het is The Branch hier. Zeg, ik weet niet wat het is, maar ik heb vandaag zo'n dag waarin ik loop te binge-eten. Vanochtend die kaasstengels, open voor de beet. Vanmiddag patat, vanmiddag, 4:15 geloof ik, bij Graaf Jacob. Nu spaghetti bolognese van Pizza Express Hilversum. Dat belooft wat. Zit gepakt in de aluminiumfolie uiteraard. In een keurig bakje. Maar dit gaat uiteraard op een bord. Hè? Het is wel een beetje sompig. Ja, wat zou ik nou zo over dat geluid zeggen? Hè? Anyway, het komt bij zo'n restaurantje, bezorgd toestandje weg. Wat veel dingen doet. Ze doen geloof ik ook patat. En ze doen dus pizza's. Ja, hoe gaan ze de pasta doen? Let's try it out. Het is bloedheet. Maar dat is ook weer niet zo'n probleem natuurlijk. Nou, lekker met die vette klauwtjes even rollen. Hè? Hoort er ook bij. Zo. Ho. Blooper. Dan heb ik het lekker gerold, weet je wel. En dan laat ik mijn vork vallen. Ja. Goed. Ja. Het is redelijk zout. En ik proef als nasmaak iets zuurs. Maar het bevalt me eigenlijk wel. Dat het zo nattig is, is ook wel chill, want het is in één keer het is weg. Ik ben positief verrast. Absoluut. Alleen stom dat ik niet normaal dingen kan rollen, zeg maar. En, hè? Het is jammer dat het nu zo'n binge-avond is, waarin ik alleen maar loop te vreten. Maar goed, het is wat het is. Ik ga dit denk ik echt wel vaker bestellen. Zeker als ik geen zin heb om zelf te koken, is dit een prima vervanger voor een maaltijd. Dus, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe en bedankt hè.